naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een bikini stash. Ik krijg namelijk super vaak de vraag: waar zijn je bikinis van? In welke maat heb je je bikinis? Dus ik dacht, ik maak er gewoon één grote video over waarin ik elk item stuk voor stuk laat zien. En dan kan ik ook erbij vertellen welke maat ik heb en een beetje informatie erover. Als je mijn vlogs wat langer volgt, dan weet je wellicht al dat ik een half jaar ongeveer iets langer stage heb gelopen bij een bikinimerk wat heet Biode Label. En daar kom ik nog steeds best wel vaak op kantoor om te helpen en te doen, dus dat is super leuk. Maar meest van mijn bikinis zijn dus daarvan, omdat ja. En ook van de collectie waar ik aan heb meegeholpen, die nu uit is. Dus dat is ook super leuk om dat allemaal te zien en ook te hebben natuurlijk. En ik denk ook dat de meeste interesses van jullie bij de Bio Bikini zit. Dus ik zal gewoon beginnen met mijn Bio Label Bikinis. En dan daarna heb ik ook nog wat andere dingen van gewoon naam. Ja, dat soort dingen. Ik zal beginnen met de oudste collectie items die ik heb van Bio. Dat is volgens mij van 2 jaar geleden. Niet vorig zomer, de zomer daarvoor zeg maar. En dat is om te beginnen dit badpak met echt een superleuk panterprintje. Ik draag alleen eigenlijk bijna nooit badpakken. Maar ik vind dit bijvoorbeeld ook heel leuk om in de zomer als een body te dragen. Dus gewoon als topje en dan met een leuk spijkerbroekje erop of zo. Maar goed, dat is dus dit panterprintje. En dit panterprintje wordt wel nog steeds verkocht. Alleen dus niet in dit badpak. En dan heb ik dit broekje ook met diezelfde panterprint. Deze heeft best wel veel coverage, zeg maar, tenminste bij u. Heeft voornamelijk van die beetje stringbroekjes. Ik vind dat zelf persoonlijk heel erg mooi. Maar ik snap het ook wel als mensen liever iets meer bedekte broekjes wil hebben. En dat hadden ze bij deze collectie dus wel. Alleen ja, nu niet meer echt. Maar die komen wel weer terug. En dan heb ik ook nog de Moa top in deze panterprint. Of nou, leopardprint. En in deze zomercollectie is de Moa top ook weer terug. Dus dat is ook super leuk. Maar dit is gewoon ja, een hele leuke top met dan hier een beetje dunne bandjes. En hij lijkt dus een beetje op de Inu top. Die ook in deze collectie zit. Alleen die heeft dikke bandjes. En deze lopen dus dun uit. En ja, deze valt gewoon net wat anders. En eigenlijk vrijwel al mijn bio bikinis heb ik de broekjes in de maat S. En die zitten echt top. En de topjes heb ik in de maat M of in de maat L. Valt allemaal best wel een beetje redelijk klein. En ik heb zelf 75C. Dacht ik. En met een L zit het eigenlijk qua cup echt perfect. Maar is het qua omvang gewoon een beetje groot. Dus dan moet ik dat of innemen. En een M kan ik ook aan. Alleen dan is het wel heel erg een soort van een beetje zo'n push effect. Ik vind het ook wel mooi hoor. Maar qua cup is zeg maar voor mij een maat L beter. Maar qua omvang is voor mij een M beter. Dan een van mijn favorieten. En die zijn ook nog steeds te koop. Dat is namelijk de Inu en de Ila in Bio Beige. Ik heb deze ook in Bio Pink. Ik zal even een foto in beeld zetten. Maar die ligt nog bij Mia. Maar goed, dat is dus precies hetzelfde, maar dan in het wit met roze. En deze is dan in het beige met zwart. Echt heel erg nice. Ook als je lekker bruin bent, echt super leuk. Dit is dus een beetje wat ik bedoel met het stringbroekje. Dat is dus zeg maar, het valt best wel een beetje in je billen. Maar ja, je moet ervan houden, maar ik hou daar zelf wel heel erg van. En dit is wel echt een van mijn favorieten. Ik vind ze allemaal trouwens echt top. Dan heb ik ook nog een aantal Tila en Melati's. En dat zijn om te beginnen de Tila top. Zal ik even laten zien. Dit is de gold chain. Heel erg vet met een chain print erop. Vind ik echt een beetje zo'n vintage-achtige vibe. Maar ja, ik vind het echt super leuk. Dus die. En dan hoort dit broekje daarbij. De Melati. Zo, die heeft ook alweer iets meer coverage dan de Ila's. Zoals je misschien al wel kan zien. Dan deze bikini hebben we ook in de blue chain. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan blauw met een gouden chain printer op, zeg maar. En deze is ook echt super mooi als je lekker bruin bent. En vooral vind ik het heel mooi bij blond haar staan. Dus ja. En dan heb ik ook nog 2 samples. Deze zijn dus niet te koop. Maar ik krijg natuurlijk vaak samples binnen. En wij mochten af en toe dan een sample uitkiezen die dan niet door was gegaan, zeg maar. Dus dat is zeg maar ook de Tila in cobra kleur. Deze dus. En hetzelfde geldt ook voor deze panterprint. Nou, die heb je natuurlijk ook al voorbij zien komen. Maar dat is deze. Daar hebben we wel nog de Inu van. En dat is ook gelijk de volgende die ik er even bij zal pakken. En dit model topje vind ik denk ik wel het mooiste. Maar goed, dat is dus die ik net ook liet zien in die Bio Beige print. Ja, gewoon super nice. En dan heb ik hierbij ook weer het bijbehorende broekje. Maar dit is dan de Boo Bottom. En die heeft aan de achterkant hier een klein naadje. En met de Ila heeft hij dat niet, maar voor de rest zijn ze wel gewoon hetzelfde. Volgens mij, of bijna hetzelfde in ieder geval. Dan heb ik de Inu top ook nog in de Tiger.
ook echt super leuk. Hier heb ik alleen niet de Ila van, want die was toen uitverkocht. Maar ik heb wel een ander broek hierbij die ik ook heel erg leuk vind. Maar goed. Deze. Hij gaat trouwens gewoon met een sluitingtje zo dicht aan de achterkant. Dus dat is ook chill. En je kan de bandjes ook gewoon verstellen. Dus dat is ook super fijn. Dus dat is de Tiger Print. Dan het broekje die ik bij de Tiger Print heb is de Nila. En volgens mij is deze wel ook uitverkocht, want dit is van de vorige collectie nog. En daarop is nu sale, maar er is nog wel wat, maar niet super veel meer. Maar goed, die heeft aan de achterkant heel schattig zo'n naadje met ja, een plooi effect, zeg maar. En deze heeft van die striktouwtjes, dus dan kan je zelf een beetje kijken hoe je hem wil hebben. Dus dat is die. En dan heb ik ook nog twee tops in deze Tiger Print. Om te beginnen heb ik hier de Ayu. En dit is een soort bandeau top. En die kan je dan in het midden zo aantrekken. En dan kan je dus zelf bedenken hoe breed je hem wil, zeg maar. Zo. Super leuk. En dan heb ik ook nog de Ibu. Dat is gewoon een triangle top. En dan in het midden heeft hij een ringetje. Ja, het is een beetje moeilijk om te laten zien. Maar die dat ringetje zit dan zeg maar weer aan die top vast. Zo. En dan heb ik die Ayu top die ik net in de tijgerprint liet zien ook gewoon nog in het zwart. Want ja, zwart is altijd een goede optie om te hebben. En dan heb ik in het zwart ook de Saya bottom. En die heeft aan de achterkant zo'n ringetje. Die hoort dus eigenlijk bij die Ibu top. En die heeft dan zeg maar zo aan de achterkant een ringetje zo, zodat dat zo zit zeg maar. Het is zo'n beetje moeilijk om te laten zien, maar dan heb je dus zo meerdere touwtjes en dat vind ik wel leuk. Alleen niet voor het zonnen, want dan krijg je van die gekke tanlines. Maar als je eenmaal bruin bent, vind ik dat wel echt super leuk. Ja, dan heb ik hier nog een sample. En dit is een beetje een mix van alles. Van de Gia top van de huidige collectie en een beetje een randje van de Inu zit er doorheen. Maar ja, dat was dus een sample ook. Verder heb ik dan nog een paar van de nieuwe collectie. En dat is dus de Moa top die ik eerder ook al in die andere panterprint liet zien. Maar er zijn dus twee soorten panterprints. Dus ook deze. En daarvan heb ik trouwens ook een kimono. Die ligt nu boven opgeborgen, maar ik zal daar hier eventjes een foto van in beeld zetten. Die verkoop bij je dus ook. Super leuk om over je bikini aan te trekken naar het strand. Even kijken, ik kan het broekje nu even niet vinden wat hierbij hoort. Ik denk dat die nog boven ligt, maar dat is dus in ieder geval gewoon die boob bottom die ik ook in die andere panterprint heb, maar dan dus in deze print. Dan heb ik ook nog de Ita top in deze print. Dit is ook weer gewoon een triangle top, maar best wel een hoge triangle. Dus ja, hij zit best wel zeg maar zo leuk, maar je kan hem dus ook ondersteboven dragen. Even kijken of ik dat goed een beetje kan laten zien. Maar ja, dan zit het dus zeg maar zo. En dat ziet er best wel ja, fancy pantsy uit, vind ik. Dus dat vind ik heel erg leuk aan deze top. En dan heb ik ook nog de Temu top en de Thai bottom. Deze top is echt een meesbols gewoon. Hij zit zo. Echt heel nice. En dan kan je hem zo aan de achterkant strikken, maar je kan hem dus ook nog een keer op je lichaam slaan. Echt heel erg mooi vind ik deze. En dan dus daarbij het bijbehorende broekje. En die heeft dan aan een van de zijkanten dat je een leuke strik kan maken. En je kan zelf dus ook een beetje kijken met hoe klein wil ik hem hebben, hoe cheeky wil ik hem maken. Dan heb ik dit setje ook in deze roze kleur. En nou, dit is toch te mooi gewoon. Ik vind het echt heel nice. En ik denk dat je misschien bij deze kleur iets beter het model kan zien. Want het andere printje is natuurlijk best wel druk. Dat gaat dan dus zeg maar zo. En ik vind het echt heel erg mooi. En dan heb ik ook nog de beanie top en de bikini bottom. Zo, echt dit broekje is zo mooi. En het kleurtje is ook echt amazing, vind ik zelf. Heel erg mooi blauw. En dan is dit het topje erbij. Ook weer een beetje zo'n bandtopje, maar dan wel gewoon met een touw voor over je nek en een touw voor over je, om je lichaam, zeg maar. Zo, zeg maar. En dat geeft dus ook weer een beetje een soort van vintage-achtige look. Dus dat vind ik wel erg leuk. Dan waren dat eigenlijk al mijn bio bikinis. Er zullen er zeker nog veel meer bij komen, want ik heb nog steeds heel veel dingen op de wishlist staan van deze collectie. Die ik binnenkort denk ik wel ga toevoegen aan mijn collectie. Maar ik heb ook nog een aantal andere bikinis, dus die zal ik er nu even bij pakken. Er zijn er niet super veel meer. En om te beginnen is dat deze. En deze vind ik echt heel erg leuk. Deze is van de H&M gewoon. Volgens mij is hij nu zelfs in de sale. Zo'n glitterachtige bikini.
En dan zeg maar zo en dan met één bandje. En dan is dit het broekje en die loopt heel mooi hoog. Dus dat vind ik super leuk. En hiervan heb ik dan zo'n topje in de maat 38, want die viel best wel klein. En een broekje in de maat 34. Dan heb ik dit model ook nog in het zwart. En die is van Zafool. Die heb ik een keer opgestuurd gekregen. Die vind ik ook echt nog steeds super leuk. Gewoon heel simpel, heel basic, maar wel heel mooi. En daarbij zat er gewoon ook een simpel broekje. Dan heb ik nog een bikini van Love Stories. En dat is deze. Allemaal tekstjes erop, maar deze is eigenlijk een beetje te klein geworden. Dus misschien dat ik deze binnenkort weg ga doen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk met al die teksten en dingetjes erop. Dan heb ik ook nog deze bikini van Love Stories met H&M. En deze heeft gewoon ongeveer heel Nederland. Dus ik denk dat we deze allemaal wel kennen. Daar ga ik ook niet te veel over zeggen, want die kennen we toch wel. Dan heb ik ook nog een broekje. En deze is van Victoria's Secret. Maar deze heb ik echt letterlijk nog nooit aangehad. Ik heb hem ook echt al 5 jaar of zo. Maar ik denk dat ik deze binnenkort ook maar een keer weg ga doen. Want dit is gewoon niet meer mijn stijl. En dan heb ik nog 2 zwarte broekjes. Want ja, ik vind zelf gewoon dat je zwarte broekjes eigenlijk nooit genoeg kan hebben. Deze is van de H&M. En dan heeft hij aan de voorkant zo'n volant randje. En deze van Victoria's Secret nog met een soort kant erop. Maar ja, die draag ik eigenlijk ook bijna nooit. Ik draag eigenlijk echt oprecht bijna alleen maar mijn bio bikinis. En dan waren dat al mijn bikinis. Laat me zeker weten welke bikini jij het leukst vindt. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Me te volgen op Instagram. En hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei!